ze niet hebben. Wat ga ik nu nog met Tease Games doen? Veel... Hallo mensen, tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Dit is een kut video. Dit is een kut video omdat ik weinig tijd heb voor deze kut video. In deze kut video ga ik wel een aantal belangrijke dingen vertellen. Waaronder Tease Games, wat ik daarmee ga doen. Waarom ik een week niet ga uploaden. En ik ga wat vertellen over de meeting van vandaag, want dat was in... Same. Oké, laten we het allereerst maar even gaan hebben over het weekje dat ik niets of weinig ga uploaden. Dit komt omdat mijn proefwerkweek volgende week is. En dit is eigenlijk een van de belangrijkste delen van mijn hele middelbare schoolcarrière. Want dit bepaalt of ik overga van 4 VWO naar 5 HAVO. En dat betekent dat ik na volgend jaar klaar kan zijn met school. Dus deze proefwerkweek moet ik niet verneuken. Nee. Dus ik heb eventjes een weekje niet echt tijd om video's te maken. Ik hoop dat jullie mij begrijpen. Bedankt voor jullie medewerking. Oké, verder was er vandaag een meeting in Maastricht in samenwerking met de Intertoys. Het was echt super tof. Het was super druk. Ik had het niet verwacht aangezien het gewoon woensdag is. En best veel mensen hebben school vandaag gewoon. Maar toch was het echt gewoon mega druk. Ik had het super erg naar mijn zin. Tuur, die was er ook bij. Op het laatste was het wel even gek. Ik voelde me even echt Enzo Knol. Aangezien er geen achteringang was bij die Intertoys, moesten we gewoon door de voorkant van de winkel. En daar stonden echt 100 mensen of zo. En ja, dat zag er een beetje zo uit. Ja, jongens. Ja, thanks. Bedankt. Ja. Tot de volgende. Ja. Maar we moeten... Proberen ze meteen even maatstaat hier dan. Ja, maar ik Inderdaad, pretty crazy. Ik zat in die auto en ik voelde me echt Enzo Knol. Holy shit. Op dit soort dagen word ik als YouTuber echt herinnerd aan waar ik het voor doe. Waar ik YouTube voor doe. Dit klinkt lekker weer. Lekker slijmerig. Maar het is wel zo, op dit soort dagen verandert het abonneetal. Verandert dan naar iets wat je echt kan zien. Wat je kan aanraken. Ja, aanraken. Oké. Hier kan ik me niet uitpraten. Maar zo'n abonneegetal, dat is natuurlijk super vet. Alleen, ik besef me niet dat daar 460.000 mensen achter zitten. Op zo'n dag als vandaag besef je pas hoe echt dat getal is. Ja, I don't know, dat moet uitleggen. Oké, dus dat is dat. En nu het laatste, Tease Games. Ja, wat ga ik nu nog met Tease Games doen? Veel mensen vragen zich af of ik nog verder ga uploaden op Tease Games. Ik heb het al aangekondigd op social media. Maar ik ga inderdaad weer uploaden op Tease Games. En dan vragen veel mensen zich af, Tease, wat ga je dan uploaden op Tease Games? En Tease, ga je dan stoppen met dit kanaal? Was dit dan een tijdelijk kanaal? Nou, ik ga zeker niet stoppen met dit kanaal, want dat heeft meer abonnees en alles. En het is 10 keer zo actief. Maar goed, met Tease Games ga ik in ieder geval verder. Wat ik daar zozeer op ga doen, dat ga ik nog wel aankondigen op dat kanaal zelf. Maar ik kan jullie in ieder geval wel vertellen dat het meer gaming video's zijn en wat simpelere video's die ik zomaar niet op dit kanaal zou kunnen uploaden. Ik ben al met wat YouTubers aan het rondpraten met wat samenwerking en dat soort dingen. Dat wordt super tof. Ik heb er echt super veel zin in. Alleen eerst moet ik even knallen in deze proefwerkweek. En daarna heb ik eindelijk zomervakantie en kan ik doen wat ik wil. Eindelijk. En ja, dames en heren, dit was de kut video. Ik hoop dat jullie deze kut video leuk vonden. Doe dan een kut duimpje omhoog. Trouwens, dikke vette shout-out naar de kijker die deze oortjes aan mij gegeven heeft vandaag. Shout-out aan Lize en Naomi. Ja, want ik had echt nieuwe oortjes nodig. Jullie zagen het. Ik ben te skeren om nieuwe oortjes te kopen. Ja. Dames en heren, een fijne dag verder. Yo!